De begrotingen voor het dienstjaar 2019 zijn gisteren met 28 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. De oppositionele partijen VHP, NPS, PL, Doe en PALU hebben tegengestemd. De ABOP-fractie was tijdens de stemming niet aanwezig in de zaal. Minister Gilmour Hoefdra deelde het college mee dat het begrotingstekort van 5% naar 4,2% is teruggebracht. Volgens de oppositie is dit tekort toch groter. Oppositieleden klaagden dat de begroting niet realistisch is en stemden daarom tegen. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons merkte op dat de coalitie niet de luxe heeft om tegen te stemmen, aangezien de begroting in het belang van het volk is. Met betrekking tot de motie was het ontwikkelingsplan van de regering Boutersen 1 richtig uitgevoerd en de miljarden aan inkomsten wijs besteed, dan was het vandaag melk en honing voor het volk. Wij zouden gemiddeld een economische groei hebben van 5% op jaarbasis. Vanaf 2015 zouden de machtigste investeerders komen richting Suriname. Zie ICDS, nu Investuur. Dan was het niet alleen de agrarische sector, maar dan was het Dubai. 9 jaren regering Boutersen of 9 jaren president Boutersen aan de macht. Het waren dan niet de diverse maatregelen, maar daadwerkelijke zichtbare resultaten en opsomming van 9 jaren. Als dit een motie moet voorstellen van een kostenplaatje van 15,2 miljard, nou, dan mag de coalitie op een beetje meer realistische wijze zaken gaan aangeven. De begroting is aangenomen met 28 stemmen voor en 14 tegen, zoals gewijzigd. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het is juni. Maar het land heeft een begroting nodig, ook al is een deel van het jaar al voorbij. Dus ik ben daar blij om dat het ons uiteindelijk is gelukt om het land een begroting te geven. Want hoe wij ook zouden staan tegenover de regering. Ambtenaren moeten salaris krijgen. De overheid moet betalen, ziektekostenverzekering voor veel burgers. Moet bijdragen leveren aan de ziekenhuizen. Moet elk gezin in dit land EBS-subsidie geven, et cetera, et cetera. Wij hebben dus niet de luxe om tegen de begroting te kunnen stemmen. Ook daar waren we niet helemaal tevreden, waren ermee, hebben we met de regering afgestemd om wijzigingen aan te brengen. En misschien hebben we ook nog niet helemaal gekregen wat we wilden, maar het land heeft een begroting nodig, want de ontwikkeling moet verder gaan. En in elk geval moeten de normale kosten kunnen worden betaald. Dus regering, we zijn er. Ik hoop dat ik de volgende begroting in november mag aannemen. Maar voor deze keer hebben we het weer klaargespeeld. U zag dus ervoor de NPS-parlementariër Patricia Etnel, gevolgd door DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons. President Desi Boutersen bedankte de coalitie voor de ondersteuning. Wanneer wij nu en in de naaste toekomst dit gedrag etaleren en dit positief gedrag overbrengen aan zij die staan te dringen om over te nemen van ons voorzitter, dan kunnen de ouderen onder ons zich rustig opmaken voor een voor hun oude dag wanneer zij de vlag gaan overdragen. Nogmaals, ik feliciteer u, ik feliciteer ons college, ik feliciteer Suriname, ik feliciteer de regering en ik wil alleen maar zeggen, en toch is er nog heel veel werk aan de winkel. Dank u wel. Aldus president Desi Boutersen gisteren in het parlement nadat de begrotingen voor het dienstjaar 2019 met 28 stemmen voor en 14 tegen zijn aangenomen.